Welkom weer bij het SGP Weekjournaal. Wat leuk dat u weer kijkt naar deze nieuwe aflevering. Deze week gaan we het hebben over het laatste Haagse nieuws, waaronder de vaccinatiedwang, de coronapas en de formatie. Ja, maar we beginnen natuurlijk bij maandag. Toen verdedigde Christoffer zijn initiatiefnota in de Tweede Kamer over dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven. Deze initiatiefnota gaat over wereldwijde misstanden rondom abortus, rondom draagmoederschap en ook over gendercide. En veel partijen willen deze misstanden niet erkennen, maar de SGP blijft zich inzetten voor kwetsbaar leven. Want elke abortus, dat beëindigt een mensenleven. We kijken even naar de bijdrage van Roelof Bisschop, die hierover in de Tweede Kamer dan weer het woord voerde. Voorzitter, zolang er leven is, is er hoop. En daarom bestaat er geen hoopvoller mensenrecht dan het recht op leven. Voorzitter, juist dat laatste betreft ook ongeboren meisjes. Zij zijn wereldwijd vaak, extra vaak, slachtoffer van abortus. Bijvoorbeeld omdat binnen een cultuur zonen meer gewenst zijn dan een dochter. Ja, en de volledige bijdrage van Roelof Bisschop aan dit debat, aan dit overleg, is ook terug te zien op ons YouTube-kanaal. Plus ook de interrupties en de debatjes die daaruit ontstonden met andere Kamerleden. Best interessant om eventjes te bekijken. Hoe Roelof Bisschop en Christoffer maandag opkwamen voor het ongeboren leven, deed Kees van der Staaij dat dinsdagmiddag tijdens de gebedsdag voor het leven. U was vanmiddag bij de jaarlijkse gebedsdag voor het leven. Hoe was het om daarbij aanwezig te zijn? Nou, ik vind het altijd weer bijzonder dat zoveel mensen, vooral uit het zuiden, ik denk Brabant, Limburg, hier naartoe komen om ook dan weer aandacht te vragen voor ongeboren leven. Altijd weer mooi. Wat was uw boodschap tijdens uw toespraak? Nou, mijn boodschap was dat het de moeite waard is om op te komen voor het ongeboren leven, omdat al het leven van God gegeven leven is en daarom waardevol en kostbaar. Ja, en wat neemt u hiervan mee naar uw werk in de Tweede Kamer? Al die momenten zijn altijd weer momenten waarop je weer even stilstaat bij ook het onrecht dat abortus heet. Dat we niet moeten verslappen in die strijd, maar daarvoor moeten blijven gaan om te zorgen dat het ongeboren leven niet langer vogelvrij is. Wat nu in feite wel het geval is met onze wetgeving. Ja, en op dinsdag is natuurlijk ook zoals gebruikelijk het politieke vragenuurtje, waarin het grootste nieuws wordt besproken van de afgelopen tijd. En dat was dit keer natuurlijk het aftreden van Mona Keizers, de staatssecretaris die het niet eens was met het kabinetsbeleid rondom de coronapas. En daarbij waren er stevige vragen aan demissionair minister-president Mark Rutte. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat mijn fractie het betreurt dat de redelijke en nuchtere stem van mevrouw Keizer in het kabinet gemist gaat worden. Wij waren het vaak juist eens met wat zij ook naar voren bracht. Maar ik begrijp het staatsrechtelijke punt van de minister dat hij zegt, ja, we hebben een kabinetsbesluit genomen en daar willen we niet dat kabinetsleden zeg maar afbreuk aan doen op de manier waarop dat gebeurd is. Maar dan toch mijn vraag, waarom moest dat met zoveel spierballen vertoon nog op dezelfde dag, ongebruikelijk in de Nederlandse verhoudingen, en kon dat niet de normale procedure hebben van bespreking in een ministerraad op een rustig moment? De minister-president. Nee, ik heb gehoord dat niet verstandig was. En hoe historisch deze situatie is, vroegen we natuurlijk aan Menno de Bruyne. Afgelopen zaterdag kreeg staatssecretaris Mona Keizer ontslag op staande voet. Hoe vaak heb jij dit meegemaakt, dat bewindspersonen werden ontslagen? Nou, op staande voet heb ik nog nooit meegemaakt. Het was ook wel heel cru ineens om te horen dat zij het niet eens is met het kabinetsbeleid en om die reden op staande voet werd ontslagen. Ik moet er wel eerlijkheidshalve bij zeggen. Het best was natuurlijk geweest als zij, toen dat besluit is genomen over die coronapas, gezegd dat ik ben het er niet mee eens, ik treed terug. Dat heeft ze niet gedaan en daarmee heeft ze de eenheid van het kabinetsbeleid doorbroken. Dat mag staatsrechtelijk niet, maar het is wel diep betreurenswaardig dat het zo gegaan is. Ja, want jij loopt nu 40 jaar lang rond op het Binnenhof, als ik het goed heb. En dat is dus nog nooit eerder gebeurd in jouw herinnering? In mijn herinnering, ja. Ik herinner me ook nog wel dingen die gebeurd zijn voordat ik hier kwam. Want het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat gebeurt. Maar wel in de laatste 40 jaar, zou je kunnen zeggen. Hoeveel kabinetsleden houdt Rutte nu eigenlijk nog over? Maak je daar wel eens zorgen over? Ik hou het niet bij, maar het is natuurlijk wel een deplorabel gezicht als je nu ziet dat hij opnieuw een record heeft bereikt. Namelijk 11 bewindslieden die tussentijds zijn afgetreden. Soms om hele eenvoudige redenen, maar meestal lag er toch een politiek conflict of iets heel politiek abnormaals aan ten grondslag. Ja, dat is geen reclame natuurlijk.
Tijdens het debat over de coronasteunpakketten vroeg Christoffer afgelopen woensdag aandacht voor alle ondernemers in Nederland. En uiteraard ging het daarbij ook over de coronapas. Er mogen dan langzaam wat zonnestralen door die donkere wolken van de coronacrisis stralen. Maar voor heel veel ondernemers stormt het nog. En zeker als we het hebben over de horecaondernemers, dan geldt dat. Want door de coronapas hebben ze te maken gehad met een verzwaring van de maatregelen. En de SGP is daarin heel helder. Het is vandaag niet het coronazorgdebat. Maar wat ons betreft heeft die coronapas zijn langste tijd alweer gehad. Die pas moet zo snel mogelijk, wat zeg ik, wat ons betreft vandaag afgeschaft worden. Want het zorgt voor 2/3 in de samenleving en het is ook niet nodig. Het beperkt mensen in hun bewegingsvrijheid. En het is ook slecht voor de horeca. En daarom is mijn vraag aan het kabinet. Is het kabinet bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om ondernemers te laten kiezen voor het hanteren van de 1,5 meter in plaats van de coronapas? Ja, en die invoering van de coronapas die is en blijft zorgwekkend. En daarom heeft Christoffer deze week ook nog 2 series aan spoedvragen ingediend om de vinger te leggen bij vaccinatiedrang en dwang. U hebt zowel maandag als donderdag een serie spoedvragen gesteld. Waarom? Nou, omdat je ziet dat vaccinatiedrang, en als je eigenlijk zelfs dwang, steeds verder op geld doet. Ja, en waar ziet u dat aan? Wat was er aan de hand? Nou, afgelopen maandag kregen wij berichten dat in Deventer een inloophuis, dat daar om een coronapas werd gevraagd. Ja, dan moet je op zijn minst laten testen. En dat is natuurlijk toch een drempel waar je overheen moet. Dus daar zie je eigenlijk van, ja, daar wordt eigenlijk toe op aangedrongen. Zo van, ja, zonder dat je gevaccineerd bent, kom je er eigenlijk niet in. Of je moet een hoop werk gaan doen om daar binnen te komen. Nou, dat moet je niet willen, want dat sluit mensen uit van het openbare leven. Ja, want het was volgens mij gewoon een inloophuis voor daklozen, als ik het goed heb begrepen. Ja, en dan maak je het voor dat soort mensen die het toch al zo moeilijk hebben, nog moeilijker dan het al is. Ja. En welk punt van zorg had u donderdag toen u die 2e serie aan spoedvragen indiende? Nou, toen hoorden we dat er bedrijven zijn die van hun medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn of niet. Ja, en dan kom je natuurlijk echt op dwang, hè? En nou, daar hebben we van gezegd, dat moet je echt paal en perk aan staan, dat mag helemaal niet. En wat we van het ministerie begrepen is dat ze daar ook niet op gaan handhaven. Nou, we hebben gezegd, dat moet wel. En dan wordt er wat gezegd van, ja, de juridische basis, die hebben we daar niet helemaal voor. Nou, dan wordt die maar met heel veel spoed gemaakt. Want laat heel helder zijn, vaccinatiedrang, maar vaccinatiedwang is nog erger. Dat willen we als SGP echt helemaal nooit. En waarom vindt u dat zo? Waarom bent u daar zo bang voor? Nou, wij zeggen, vaccinatie, dat moet in vrijheid iets zijn waarvoor je kiest om het wel te doen of om het niet te doen. Daar mag je een zelfstandige keuze in maken. En dat moet op geen enkele manier door de overheid of wie dan ook drang of dwang op plaatsvinden. Donderdag was er een debat in de Tweede Kamer over onderwijs en het omgaan met LHBTI. Roelof Bisschop sprak daar namens de SGP. We kijken even naar een stukje van zijn bijdrage. Voorzitter, jongeren met een andere seksuele gerichtheid hebben het vaak al erg moeilijk. En als je dan in de klas komt, in de gemiddelde klas of welke school dan ook, kom er maar eens voor uit dat je anders geaard bent, dat je seksuele oriëntatie anders is dan die van de meesten. De fleurige regenboogvlaggen doen misschien iets anders vermoeden, maar het is voor velen echt geen feestje als ze ontdekken dat ze een andere gerichtheid hebben. Ja, en dat dit debat ook leidde tot een aantal momenten van behoorlijke meningsverschillen, dat zal niemand verbazen. We kijken even naar een aantal fragmenten. Er zijn signalen dat er in strijd gehandeld wordt met de rechtsstaat en er is een strafrechtelijke aangifte gedaan. En de heer Bisschop staat hier een verhaal te houden van, maar goed dat het onderzocht wordt. Bent u nou zo inconsistent? Ja, kijk, als je aardappels met aardbeien vergelijkt en zegt van ja, zijn toch wel heel erg inconsistente producten. Ja, dan is dat inconsistent. Voorzitter, deze vergelijking slaat nergens op. Voorzitter, de heer Bisschop begon zijn betoog met inderdaad zich uit te spreken tegen pesten en intimidatie van LHBTI-leerlingen. Dat siert hem. Maar meteen daarna schoot hij in een bagatelliserende modus. Voorzitter, laat ik beginnen met het eerste punt, het bagatelliseren. Ik werp dat verre van mij. Daar zit toch geen woord Spaans bij? Dat is toch heel duidelijk wat de inspectie hier zegt over de rol van onder meer het schoolbestuur? Voorzitter, dit is een prachtig voorbeeld en ik dank collega Westerveld voor dit citaat. Een prachtig voorbeeld van waarom dat dit rapport, ik wil dat niet ter discussie stellen, maar waarom het bij mij af en toe wel vragen opriep.
De inspectie constateert dat er geen enkele leerling, ook niet met een andersgerichte geaardheid, te vinden is op het gemaris, die aangeeft, ik kon in alle vrijheid spreken, die aangeeft dat dingen niet goed gaan. Dan gaan we naar het formatienieuws. Zoals elke week praten we graag ook bij over wat er daar allemaal over gebeurd is. Maar deze week was dat best wel eigenlijk heel erg veel. Want wat gebeurde er woensdag, Danielle? Ja, woensdag was Kees van der Staaij uitgenodigd inderdaad bij informateur Remkes om te praten over de formatie. En er waren heel veel andere partijen ook bij uitgenodigd. Ja, wat was het? VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP... Volt en nog Liane den Haan als afsplitsing van 50+. Die gingen eigenlijk met z'n allen praten van kunnen we toch nog een kabinet vormen. De hele dag gepraat, 's avonds zou er een conclusie komen. Maar donderdag kwam er pas echt een persconferentie van mevrouw Kaag. En wat was daarvan de uitkomst? Ja, de D66 wil dus toch deelnemen aan de formatietafel als de ChristenUnie meedoet. En natuurlijk praten over eventueel een doorstart van de huidige coalitie. Ja, dus eigenlijk gaat de oude coalitie, die ook de vorige kabinetsperiode heeft geregeerd, kijken of ze kunnen doorregeren. En natuurlijk vroegen we even aan Kees van der Staaij hoe hij deze week heeft meegemaakt en hoe hij hierin staat. Ja, u bent woensdag ook bij de informateur langs geweest met al die partijen bij elkaar, een hele lange dag praten. Hoe was dat om dat te doen en hoe was de sfeer? Nou, bijzonder. Het was natuurlijk ook spannend, want je voelde er moet nu wel wat gaan gebeuren. Iedereen verlangde en wachtte op een doorbraak, wat dat ook zou zijn. Er moest een keer gekozen worden. Die druk lag erop. En het is natuurlijk ook wel, dus dat is spannend, maar het is ook wel gewoon een ontspannend gebeuren. Als je weer eigenlijk even zit te wachten en met elkaar wat zit te kletsen. Op het moment dat iedereen apart ook nog weer naar de informateur toe ging. Dus je had momenten met elkaar aan tafel, maar ook weer ieder apart naar de informateur. En dat kostte best wel even tijd. En ik vond het kortom heel bijzonder om mee te maken. En ook wel blij dat er uiteindelijk ook wel iets uitkwam. Ja, en die uitkomst, die doorbraak, is die wat u betreft nog verrassend? Of zag u dit al wel een beetje als laatste optie ook wel aankomen? Nou kijk, eigenlijk is het verrassend dat dit niet veel eerder beproefd is. Want laten we wel zijn, buitenlandse ambassadeurs zeiden wel tegen ons, wat is dat eigenlijk gek in Nederland? Die coalitie die heeft extra zetels gekregen. Ze zijn niet met ruzie uit elkaar geklapt. Dus waarom gaan die niet gewoon verder? Die vraag heb ik eigenlijk nooit goed kunnen beantwoorden dan door te zeggen, ja, mevrouw Kaag zat in een overwinningsroes toen ze daar de tafels op klom op verkiezingsavond omdat ze bepaald zetels gewonnen had. En die wilde zo progressief mogelijk. Maar wat mij betreft zeg ik, gelukkig is dat het niet geworden. Ja, en denkt u nu ook dat de vier partijen die gaan onderhandelen, dat die er ook gaan uitkomen? En hoeveel tijd geeft u ze? Ja, ik denk dat de druk groot is om er echt met elkaar nu in korte tijd uit te komen. Je kan het toch eigenlijk niet maken om dit nog weer te laten klappen. En wellicht dat ook weer het werken met aan de ene kant een kort regeerakkoord en aan de andere kant ministers die ook zelf nog een regeringsprogramma verder gaan uitwerken, dat ook wel kan ertoe kan leiden dat het korter gaat duren. Maar er blijven natuurlijk wel spannende zaken zoals rond medische ethiek en onderwijsvrijheid, waar wij natuurlijk hopen dat wel in ieder geval ook ChristenUnie en CDA ook stevig voor die punten zullen opkomen. Nou, nu was er ook nog wel sprake van bijzondere constructies van partijen die niet deelnamen aan het kabinet, maar misschien wel een minister mogen leveren. Ook de SGP werd daarbij wel genoemd. Ziet u het ervan komen ooit, een SGP-minister, of is dat echt een brug te ver? Nou, SGP'ers deinzen er niet voor terug om ook bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. En ze zitten niet gretig op de azen. En we leveren natuurlijk ook gewoon wethouders lokaal, gedeputeerde provinciaal. Dus het is zeker niet zo dat voor de SGP een taboe zou zijn. En dat wij nooit ook ministers zouden kunnen leveren. Daar hebben we capabele mensen zeker ook in onze gelederen voor. Maar ik denk dat het alleen in een minderheidssetting nu echt een serieuze optie zou zijn. En niet zozeer met een meerderheidskabinet. Dan zou het meer nog een poging zijn om PvdA en GroenLinks te paaien vanuit D66 dat deze constructie wordt voorgesteld, dan dat het echt ook een kansrijk alternatief is voor partijen als de SGP. We zijn alweer aan het eind gekomen van dit journaal. Bedankt voor het kijken. Vond u deze video nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. Dat vinden we ook altijd heel leuk om te lezen. Zeker, absoluut. Volgende week zijn wij er niet, maar is er wel Studio SGP.
Dan praten we uitgebreid bijna een uur lang aan tafel over interessante onderwerpen. Waarschijnlijk wordt het de coronapas en de woningmarkt. Daarbij aanwezig is in ieder geval Kamerlid Christoffer. We wensen u nog een fijne avond voor nu. Alvast ook een mooie zaterdag en natuurlijk een gezegende zondag.